Deze aflevering in Babyproof. Je bent toch wel altijd aan het managen. Ja. Ja, ik was echt gelijk een shape te krijgen. Ja, de baby uitzet, dat kon dus niet. Ik had nog niks voor elkaar. Oh, dit is ook een soort van het melkmachine. Ja. Dat is wel handig. Dat het gewoon. Het is een beetje de kolf, hè? Een beetje de geitenkolf. Ja. We kunnen het even proberen. Ja, ik wou zeggen, ze leiden er ook even aan. En mij komt er niet van over. Nee, dat mij ook niet. Nee. Kijk eens, moet er even bij in. Muk praat nog niet, denk ik. Jawel. Nee, hou op. Dat heeft niet veel zin. Hele gesprekken. Nee, wat zegt hij dan? Hij zegt Sloetje, dat was een van de eerste. Boomba, hondje, mama, papa. Geitje reden vanochtend in de auto. Bal. Maar heb je dan een bepaalde ritueel waardoor je hem dat echt leert? Doe je dat met boekjes of herhaal je vaak woorden? Want... Nee, weet je, Snoetje, die ziet, dat is zijn hondje. Ja. En die zijn altijd samen. Dus ik denk ook echt dat Muk denkt dat hij een hondje is. Dat hij gewoon zijn broer. Ja, echt. Kleine hij broer. Doet precies hetzelfde als Snoet. Ja. Als Snoet in de tuin heeft en die gaat achter een takje aan, dan gaat Muk ook achter een takje aan. Zij gaat straks ook nog blaffen. Ja. Hij doet het al zo. Oh, achterhondje. Met geheimtaal samen. Nou ja. Ik hoop dus wel dat hij nog wel verder gaat praten. Ja, precies. Over het algemeen is hij wel een ideale baby. Behalve s'nachts. Ja, maar verder. Ja, want hoe gaat het s'nachts? Slaapt hij een beetje door? Nee. Nee? Nee. Hij komt iedere nacht een paar keer. Wat doet hij dan? Dan gaat hij gewoon even. Dan doet hij gewoon gezellig even erbij. Even gezellig. Maar dan haal ik hem er niet uit. Dus doe ik meteen een flesje erin, want hij pakt geen speen. Oké, hij slaapt niet met spenen. Nee, hij doet helemaal geen spenen meer in de mond. Dus dat is best wel irritant. Ja. S'nachts dat mag dan ook weer niet zeggen ze dan met de moeder maffia, maar dan heeft hij een flesje. Ja. En dan een klein beetje erin en dan gaat het goed, dan valt hij weer in slaap. Dus het is echt alleen maar dit doen. Ja. En hij valt weer in slaap, maar je moet er wel even uit. Ja. Hey, en kun je nog een leven zonder Muk voorstellen? Want het is een jaar geleden. Ja, een jaar geleden liepen we allebei nog met een dikke toeter. Zijn er dingen die je heel erg mist? Dat je gewoon weg kunt gaan wanneer je weg wil gaan. Onbezorgd, weet je, je bent toch wel altijd aan het managen. Ja. Toch? Van wie is daar? Oh, wie hebben we dan? En kan dat dan? En je bent toch wel... Schema's. Ja. Dat je weet van, oké, jij doet al dit en doe ik dat. En dan zo laat. Ja. En spontaniteit. Maar ik vind, jij bent nog wel heel spontaan. Want jij vliegt de hele wereld met Muk over. Ja, maar dat is wel gepland. Oh ja. Ja, nee, precies. Maar ik bedoel, jij ziet geen grote wereld te weg. Nee, want ik vind nou, het wordt wel lastig nu hoor. Ik bedoel, ik merk nu wel, sinds een maandje of acht, in het begin hebben we echt heel veel gereisd met hem. Ja. Vanaf een maandje of acht is dat wel veranderd. Want toen had hij moeite met jetlags. Ja. En nu lossen we elkaar af. Dus dan ga ik apart of dan gaat Jaap apart en de ander is dan bij Muk. Ja. Nee, maar hoe gaat dat met vliegen? Want ik heb een beetje een soort van vliegangst met kind. Ja? Ik ben heel bang dat... Ja, ik voor vind de ander. Dat voor de ander. Ja, stom, hè? Maar heb jij dat ook? Of ben je daar helemaal doorheen? Ja, nee. Dat had ik ook, zeker. Hij was 3 weken toen ik de eerste keer vloog. Ja, man, zo ik was jong. Zo zenuwachtig. Ja, maar we waren een huwelijk van Nick en Kirsten in Ibiza. Dus we moesten gewoon wel. En gelukkig was het hele vliegtuig was alleen maar met bekenden. Dus dat scheelt super. Dan. Dus je hoeft er geen oordoppen uit te delen. Nee, en dat soort dingen. Nee, maar toch vond ik het wel echt zo spannend. Maar je moet een draagdoek of een draagzak hebben. Ja. Erg belangrijk. Goeie tip. En dus de sleepy heads, ja. Want je hebt niet altijd de mazzel dat je een bedje hebt in het vliegtuig. Nee. En nu helemaal en hoe niet doe je meer, dat dan? Leg je hem op je schoot? Of, ja, en als je met twee bent, kun je het lekker op je zoon neerleggen. Ja. En heel veel luiers, verschillende rompers, want het schijnt in het vliegtuig dat ze dan extra gaan poepen. Oké, dat ze het dan lekker laten lopen. Ja, gewoon. Ja, nou, dus wel dat goed. Moet je allemaal meenemen. Moet gewoon allemaal uit. En flesjes, hè, met opstijgen en landen. Drinken, oortjes open houden. Ik kan er tegenaan, denk ik. Pak volgende keer pak gewoon het vliegtuig. Want, ja. Nee hoor, het is echt te doen. Kun je dit even varken. Hey, en hoe is jouw zwangerschap verlopen? Want nou, daar zijn we natuurlijk allemaal best een beetje van geschrokken. Je had niet de meest doorsnee zwangerschap. Nee, ja, dat het in het begin ging het eigenlijk supergoed. Tot aan 26 weken, toen brak ik 26 weken. Ja. En wat ik dan geleerd heb, je vlies te breken, dan moet je eigenlijk plat. Maar je hebt natuurlijk niet al die weken plat gegeven. Ja. Wel. Ziekenhuis. En toen had ik thuisopname met apparatuur thuis. Ja. En dat mochten maar 6 mensen. Ja. Dus ik was zo dankbaar dat ik naar huis mocht met apparatuur. Ja.
Maar nee, ik heb tot 38 weken gewoon plat gelegen. Ik heb een rolstoel en ik mocht alleen maar naar de keuken en naar het toilet. Wat is dat zo? En ik mocht niet alleen zijn. Oh, dus ik dacht dat jij nog wel echt een beetje op de been was, maar dat is gewoon niet tot 2 weken van tevoren. Jeetje, en hoe, wat doet dat in je hoofd met je? Want je ziet toch voor je dat je je baby uitzet, je gaat scoren. Dat je de baby showers wel lekker dansend bij wijze van spreken kan doen. Dat heb jij. Nou, de baby shower heb ik dus wel kunnen doen, dus die 2 weken van tevoren. Ja? Dus, en dat was met de rolstoel. Bij mijn huis. Nee, dat heb ik al, dat heb ze me naartoe gebracht. Ja. Dus dat was wel, dat was dat ik weer wat mocht. Ja. Maar de baby uitzet, dat kon dus niet. Ik had nog niks voor elkaar. Ja, dan kunnen we beter het gewoon eerlijk zeggen wat er aan de hand is. Zeker. En dat hebben we eigenlijk daarna maar volgehouden. Ja. En toen kwam deze. Ja, en toen kwam deze aap. Hey. Kleine en het gaat super goed met in iedere hem, dag dachten ze van nou, nu komt hij. Ja. Maar uiteindelijk weet hij dat 40 weken en 3 dagen zitten. 40 weken, 3 dagen. Dat moest al bijna gehaald worden. Vind jij? Ik dacht, nou kom nou maar. Hij vond het zo lekker. Zo lekker knus bij zijn moeder. Nu te zien bij Mommy Proof Team. Ja, het eerste zeggen altijd, het eerste half jaar kun je een baby gewoon verwennen. Oh, ik dacht ook steeds, ik word echt niet zo'n moeder met zo'n baby tv filmpjes. Die knuffelen, heel veel liefde, liefde, liefde. Ik heb ananas gegeten, heel veel hete gerechten. Ja? Ja. Dat heet toch zo? Dat is melk niet overtuigd. Maar hoe zeg je dat dan? Ja. Squats zou ik misschien niet aanraden. Check confessions nu op mommyproof.tv. En zijn kopietje was zijn papa. Ja, en er komt eindelijk haar. Nou, dus ik vind het al best een lekker bosje hoor. Dat komt er goed doorheen. Hey, en hoe gaat het met Jaap? Hoe bevalt zijn rol als vader hem? Jaap die doet echt alles thuis. Maar volgens mij doet er af en toe ook, weet je, dat zeker, zijn, ja. Weet je, ik kan het net zo goed als dat hij dat kan. Ja, de huishoudelijke dingen niet natuurlijk, maar wel met hem. Ja. Nee, dat gaat eigenlijk helemaal prima. Ja. Hij heeft wel soms van die dipjes dat je denkt, oh ja, die verantwoordelijkheid, weet je wel. Zo van, ik kan niet meer zomaar weg. Nee. En het inplannen. Ik merk dat ze mannen toch wel soms het idee hebben van, we kunnen nog naar dat feest en we gaan dat nog doen. En dat wij als vrouwen misschien wat meer hebben van, hoe had je dat gedacht? Ja. Wel, hoe gaan we dat doen dan? Ja, dat weten ze niet. Ja, lopen wij soms tegenaan. Ja. Maar natuurlijk alleen maar uit positiviteit, dat je juist zoiets hebt van, we nemen hem. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja, en Jaap heeft natuurlijk s'nachts ook meer moeite. Ja, is het dan begint hij weer. En doe je dan om en om? Of, Ja, dat proberen we altijd wel. Maar Jaap heeft wel een trucje hoor. Ja? Oh ja. Ik had niks gehoord. En dan ben jij al halverwege. Ja. Ik ken hem. Ja, vind je hem ook nog aantrekkelijker? Ja, als ik zie hoe gek hij met Muk is en hoe vanzelf het allemaal gaat. Ja. Ja, dat is wel heel. Ja, dat vind ik wel echt dat ik denk, ik heb de goede uitgekozen. Ja, wel hè? Ja, dit is de pap van mijn en kinderen. Nu komen er nog 100 bij? Nee, zeker niet. Heb je het gezien of vind je het lekker zo? Nou, ik denk wel 2 of misschien 3. Oké, ja. Maar nou, Jaap heeft meer 2 in het hoofd, dus misschien dat we daar dan al blijven. Als die 2 überhaupt mag komen. Moet je gegeven zijn. Ja, natuurlijk, daarom. Maar ja, ik ben nog wel elke keer het aftasten bij andere mensen dat ik echt vraag. Hoeveel verschil zit er tussen? Wat is nou ideaal? Daar ben ik ook. Want ik vind het, dus ik had in mijn hoofd heel erg het idee van, nou, dat mag lekker een beetje dicht bij elkaar. Dan hebben ze wat aan elkaar. We hebben ze wat aan elkaar, mijn broer en ik schelen maar 1,5 jaar. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Maar ik moet eerlijk zeggen, kun je je voorstellen dat je nu weer in verwachting bent? Nee. Nee. Dat ik denk, hij loopt nog niet en dan die andere erbij. Ja. En... Nee, ik heb best zoiets dat ik denk van, ik zit dit op, ik moet hier even eerst mijn weg nog in. Ik ben blij dat ik ontzwanger ben. Nee, nog steeds niet, ik heb een paar kilo's. Maar ik zit ook nog niet helemaal in mijn bikini-proof modus. Nee. Volgens mij, heb jij direct op vakantie een mooie bikini-foto gemaakt? Nou, ik niet hoor. Nee, nou. Weet je wat, ik heb zoiets dat ik denk van, nou, ik vind het nu nogal prima om zo even de tussentijd. Ja, als er dan nog eentje komt, gaan we daarna weer aan de slag. Ik heb exact tot die tijd. Ja, vind ik ook. Ik zag ook een hele lekkere appeltaart. Misschien moeten we die, even nemen. Het is wel helemaal moeder-kind, hè, dit. Past wel maar goed. Moet je kijken naar zo'n bevalling. Ja, ik was echt gelijk in shape die geiten. Jeemig. Worteltjes. Hele kleine worteltjes. Geen diertje. Oh, kijk hem lachen. Geen diertje. Geintje. Oei, geintje. Geintje. Je bent wel een beetje een boeren. Hij kan wel echt gewoon. Dat heb ik ook altijd gedacht hoor. Ja? Dat hij dat zou horen. Ja. Omdat het went, hè? Het went. Je bent allemaal wel leuke dingen zo met hem aan het doen. Maar hoe combineer je dat met werk? Dat vind ik nog wel eens lastig. Goeie oppas. Ja, het voordeel van het werk van Jaap en dat van mij is dat wij wel allebei
soort van hetzelfde werk hebben. Ja. En allebei zelfstandig zijn. Ja, dus je kan dus redelijk zelf inplannen allemaal. Ja, weet je, dat is wel wat fijner. We hebben wel vaste dagen oppas. Ja. Alleen ja, ik kan gewoon niet meer, maar dat zou jij ook niet anders hebben. Ja. Ik kan niet overal meer naartoe. Het gewoon een eye-opener was dat ik nu wel bewuste keuzes moet maken of zo. Ja, dat je wat kritischer kijkt. Jongens, doen jullie met elkaar? Dat je wat kritischer kijkt naar waar je ja op zegt. Ja, en, ja. 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 En ja. Vind je dat stiekem ook wel lekker? Ik vind het namelijk stiekem heel fijn. Ja, ik vind het heel fijn. Ja. Kimmy, heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om even met jou en Muk op pad te mogen. Volgende keer doen we een double date, hè? Doen we een double date. Volgende keer is Jonah erbij. Ja. Dan hoop ik wel dat Jonah nog even Nou, ik vind Muk zo stoer dat Jonah dat ook nog een beetje krijgt. Misschien leren ze van elkaar. Dat is wel een goeie. Ja. Misschien hij moet ook een beetje boerenmentaliteit. Gewoon beetje diertjes. Beetje Twents. Gewoon een fles geven. Helemaal ja. Cool. Ja. Ja. Maar ja, andersom kan Muk dan weer heel veel van die kleine vrienden. Ja. Ja, dat is zo. Zo werkt het. Het is een cadeautje van Plenital. Nou, dankjewel. Dankjewel dat je erbij was. En ik dacht appeltaart. Heerlijk. De verzorging van je kindje. Het is belangrijk dat je een commode hebt en dat hij een juiste hoogte heeft, dus dat je recht kan staan. Blijf ook altijd dicht bij de commode, bij je kindje. Ja, dat is belangrijk. Oudere kindjes kunnen zich omdraaien en dat kan gevaar geven. Nederland staat natuurlijk bekend om de thuisbevalling. Nou, een heleboel vrouwen bevallen niet meer thuis. Maar goed, thuis is een optie. Je hebt geboorteklinieken, geboortehuizen. Je kan polyklinisch bevallen.